Er wordt gevreesd voor een kopersstaking. Daarvoor waarschuwen experts in de Telegraaf. En het heeft alles te maken met dat plan gisteren van de Nederlandse bank. Directeur van die bank, Klaas Knot, die zei dat we moeten kijken of we onder meer meer belasting moeten gaan betalen over een eigen huis. Maar experts die vrezen in de Telegraaf dat dat juist een averechts effect zou kunnen hebben. Het zou voor de meesten dan betekenen dat ze geen huis meer kunnen betalen, omdat de maandlasten te hoog worden. En huiseigenaren zouden blijven zitten, omdat de meesten toch een langjarige hypotheek tegen lage rente hebben afgesloten. Vereniging Eigen Huis die zegt tegen Knot en de medebankiers dat het kunstmatig laag houden van de rente juist de belangrijkste factor is voor het opdrijven van de prijzen. Niet de renteaftrek, zeggen zij. En ze zijn het dus niet eens over hoe die dolgedraaide woningmarkt te stoppen. Ja, en als je dan hoort, Jeroen, wat Knot voorstelt, jij hebt een eigen huis, krijg je dan een beetje de kriebels? Nou ja, dan denk ik, ik moet voorlopig mijn hypotheek nog een beetje aanhouden. Want als het helemaal afbetaald is, dan ga je heel veel vermogensbelasting betalen. Dus dat wil je voorkomen. Dus dan krijg je weer dat soort situaties dat mensen dan weer de mazen in de wet zoeken. Mazen in de wet, je acteert daarop. Ja. En denkt van oké, nog een klein hypotheekje, dat is altijd goed. En de rente is inderdaad historisch laag. Dus ik heb te doen met mensen die een huis willen kopen, maar niet kunnen. Terwijl de iets oudere mensen zoals ik dan, die zitten vrij goedkoop. Mm-hmm. Dus dat is wel heel erg oneerlijk, absoluut. Ja. Wat denkt u van het plan van Klaas Knot? Ja, ik denk dat het meer een meer koppig monster is. Nee. Wat niet alleen bestreden kan worden door deze plannen. Maar ook meer huizen bouwen en de rente iets omhoog doen. Maar het is uitermate moeilijk om nu op de huizenmarkt een huis te proberen te bewachtigen. Ja. Als je het hebt over die rente, Marieke, zijn ze daar nou bereid om over te praten? Want daar hangt ook alweer veel van af. Ja, nu willen ze liever niet laten blijken waar ze überhaupt over willen praten. Want het is een formatieding. Ja. Dus dat zal echt wel op de formatietafel ook weer een dossier zijn waar ze ook over gaan praten. Het staat denk ik niet bovenaan het lijstje. Maar absoluut een van de thema's die voorbij komt.